Goede communicatie tijdens een drone-operatie is van cruciaal belang. Maar zeker op het moment dat bijvoorbeeld je opdrachtgever of waarnemer wat verder weg staat, kan dat best wel een uitdaging zijn. Vandaag gaan we het hebben over de Solidcom C1. Een intercomsysteem wat dit soort communicatie vele malen makkelijker maakt. De Solidcom C1 is een full duplex intercomsysteem, wat betekent dat je volledig tweeweg met elkaar kunt kletsen zonder dat je, zoals bij een portofoon, een PTT-knop of iets hoeft in te drukken. Bij de Solidcom C1 zijn er een aantal varianten en dat heeft voornamelijk betrekking op het feit hoeveel headsets er in de set zitten. Maar er is ook een uitgebreidere variant waarbij een base station voor nog wat aanvullende functionaliteiten wordt meegeleverd. En die meest uitgebreide set, die hebben we hier vandaag. Die uitgebreide set die wordt geleverd in deze koffer. De kleinere sets die worden geleverd in een soort stoffen transporttas. Dus er zit altijd iets bij wat de set goed beschermt tijdens vervoer. Als we de koffer openmaken, dan vinden we daarin het hele intercomsysteem. Met een aantal hoofdonderdelen die we er even uit gaan halen. Dit is het base station. Dan hebben we de oplader. We hebben daar de antennes die daarbij horen. We hebben batterijtjes voor de intercom. Voedingjes, twee stuks. Batterij, die zitten er niet standaard bij overigens, maar die hebben we in de set erbij zitten om zo te demonstreren hoe je de base station kunt voeden. We hebben verschillende earcups en we hebben de headsets. En bij deze variant zijn dat twee verschillende. We hebben een bedraden headset, daar komen we zoiets later nog op terug. We beginnen met de draadloze headset. Dit is een slave headset en elke set bestaat uit een master en een aantal slave headsets. Op het moment dat je de set zoals hier hebt met de base station, dan is het base station een master en dan heb je alleen maar draadloze slave headsets. Op het moment dat je de kleinere varianten van de sets hebt, die dus niet met de base station worden geleverd, dan heb je twee varianten van de headsets. Eentje met hier aan de zijkant een rood stickertje, dat is dan de master. En de rest van de headsets zijn dan blauw en dat zijn dan de slave headsets. Op één master device, zowel base station als master headset, kun je 7 of 8 van deze headsets koppelen. Zodat je in totaal op 8 draadloze headsets uitkomt. En bij het base station zit daar dan de bedraden nog bij. Nou, het eerste wat heel mooi opvalt is dat het een heel mooi licht headsetje is. Hij weegt 170 gram. Het ligt goed in de hand en is comfortabel om te dragen met onder andere de goede draagband. Hij is op verschillende manieren verstelbaar. In de lengte zijn de draagband aan beide kanten verstelbaar. De speaker mic wat op je oor zit kantelt en draait zodat dat altijd goed aansluit op je hoofd. En daar aan de zijkant vinden we ook de microfoon. Die microfoon die draait beide kanten op. Dus zowel voor links als recht dragend kun je de headset gebruiken simpelweg door hem om te draaien. En in deze boom microfoon zit ook gelijk een functie om je microfoon te muten. Op het moment dat de headset omhoog staat, zoals hier, is de headset gemute. En hoort dus niemand iets van het geluid wat uit je microfoon komt. En op het moment dat je die headset dus naar beneden richting je mond zet, dan gaat automatisch de microfoon aan en kun je volledig praten. Dus op die manier kun je heel makkelijk met één handbeweging die microfoon muten of weer aanzetten. Nou, als we die microfoon iets wegklappen, dan zie je eigenlijk onder die microfoon een aantal knopjes komen. Je ziet een grote plus en een wat kleinere minknop. Dat is de volumeknop. Dus daarmee kun je het volume van de headset regelen in een aantal standen, zodat je die kunt zetten hoe hard je dat wil. En daarnaast zie je een A- en een B-knop. En die A- en die B-knop, daar komen we iets later bij het base station ook nog op terug. Want dat is een functionaliteit die enkel werkt als je de set met base station hebt. Dat zijn namelijk twee verschillende kanalen. Op het moment dat je de set met enkel headsets hebt en dus met een master headset, dan kun je die A- en B-knoppen niet gebruiken. En dan is het puur een kwestie van dat je één kanaal hebt waar alle headsets op kunnen praten. Het batterijtje van de headset zit aan de andere kant. Dus niet aan de kant van de speaker, maar aan de kant die geen speaker heeft. En daar zit aan de zijkant een klepje, die kun je ontgrendelen. En dat is waar de batterij ingaat.
Bij elke set, ongeacht het aantal headsets wat er wordt meegeleverd, wordt er voor elke headset 2 van deze batterijtjes meegeleverd. Zodat je in principe altijd 1 batterij kunt opladen, de andere kunt gebruiken en vervolgens als het nodig is die batterij kunt wisselen om weer verder te gaan. De batterijtje gaat hierin, het klepje gaat dicht en dan is de batterij erin. Je kunt hem eventueel ook nog via USB-C opladen als dat nodig is, maar er zitten losse ladertjes bij waarmee je al die batterijtjes kunt opladen. Nou, aan de andere kant van de headset zit ook het aan- en uitschakelaartje. Daarmee kunnen we de headset aanzetten. En wat je dan ook ziet is dat aan de binnenkant van de microfoon een groen lampje zit. Op dit moment knippert die. Dat betekent dat de headset op dit moment geen verbinding heeft met het master headset of met het base station. Op het moment dat die wel verbonden is, dan gaat die groen branden. En dan hoor je ook in de headset een kort tekstje dat die zegt connected. En dit lampje wordt ook rood op het moment dat je batterij 20% of minder is. En omdat dat aan de microfoon zit, zit dat altijd in de hoek van je ogen eigenlijk in je zichtbereik. Waardoor je altijd heel makkelijk kunt zien of je verbonden bent en of je batterij wellicht aan vervanging toe is. Nou, die batterijen, zoals ik zei, wordt dus voor elke headset 2 stuks meegeleverd. Dus koop je de set met in totaal 3 headsets, krijg je 6 batterijen. Koop je de set met 8 headsets, dan krijg je 16 batterijen. Dus die batterijtjes zitten hierin. En daar hebben ze dit soort laadstationnetjes voor, waar je al die batterijtjes in kunt opladen. In dit geval is het de 8-voudige lader. Bij de set met 2 headsets krijg je een 4-voudige lader geleverd. En bij alle sets met 3, 4, 6 of 8 headsets wordt deze 8-voudige lader geleverd. En die 8-voudige lader in combinatie met een van de voedingen die we toen straks besproken, die sluit je aan de zijkant aan. En dan kun je die batterijtjes vervolgens naast elkaar hier in de lader doen. Aan de kopse kant van de rand waar die accu's zitten, zitten een aantal ledjes. Die met een kleurtje aangeven of de batterij vol is, ja of nee. Brandt die rood, is die aan het laden. Is die groen, dan is het batterijtje vol. Kun je hem eraf halen en weet je dat die batterij helemaal is opgeladen. Als we dan als laatste nog qua accessoires kijken voor de headsets, dan hebben we 2 verschillende earcups. Bij alle headsets worden deze standaard meegeleverd, zodat je zelf kunt kiezen welke van deze 2 earcups je het fijnste vindt. We hebben aan de ene kant een wat grotere earcup die gemaakt is van leer. Dus wat meer als een grote koptelefoon voelt. En aan de andere kant hebben we een kleinere, simpelere stoffen earcup. Die je, als je dat je voorkeur heeft, erop kunt zetten. En die kun je heel simpel wisselen, want het is een soort van snelkoppeling. Waardoor je ze erop klikt en er weer af kunt draaien. Dus die kun je naar wens kun je die gebruiken. Als we dan richting het base station gaan kijken, dan is dus bij de kleinere sets het master headset eigenlijk het soort base station. Maar het gebruik van deze vaste base station biedt een aantal extra functionaliteiten en mogelijkheden. Allereerst zie je aan de voorkant een aantal knoppen en dingen zitten. Je hebt een grote volumeknop, daar kom ik zo met de headset op terug. Je hebt een schermpje erin zitten. En op dat schermpje kun je eigenlijk de status van alle headsets zien. Dus op dat schermpje op het moment dat de headsets verbonden zijn, zie je 1 tot en met 8. Zie je of die verbonden is, maar zie je bijvoorbeeld ook hoe sterk het signaal van die headset is. En hoe vol de batterij van die headset is. Zodat je 1 centrale plek hebt waar je eigenlijk de status van al je headsets kunt monitoren. Nou, het beltje en de knoppen daarnaast zijn om door het menu van dat schermpje heen te navigeren. Om ook nog enkele instellingen te doen. Je ziet hier ook weer die A en B knoppen waar we zo op terugkomen. En een USB en een headset aansluiting. Aan de bovenkant hebben we een aantal aansluitingen voor verschillende soorten accu's. En de reden waarom ze dit gemaakt hebben is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je op zoveel mogelijk verschillende manieren dit base station kunt voeden. Aan de ene kant heb je gewoon standaard de netstroomvoeding. Dus op het moment dat je gewoon een stopcontact bij de hand hebt en op die manier het systeem kunt voeden, dan kun je hem gewoon aansluiten op 220. Maar op het moment dat je dit base station wat meer mobiel of in het veld wil gebruiken, waar je wellicht geen 220 voor handen hebt, dan kun je hem ook op verschillende manieren met batterijtjes voeden. En daarvoor zitten er 2 soorten aansluitingen op. Je kunt van dit soort Sony NPF batterijen gebruiken, die hier aan de bovenkant op het base station geklikt kunnen worden. Daar kun je er 2 van kwijt, zodat je ze eventueel ook kunt doorwisselen als je ze tussendoor moet opladen of een batterij moet wisselen zonder dat die uitvalt. En in het midden zit een V-mount aansluiting, zodat je daar een V-mount batterij op kunt aansluiten. En op die manier het base station van stroom kunt voorzien. Daarnaast hebben we de antennes. Die zitten standaard meegeleverd bij het base station en er zitten er ook 2 extra van bij. En die moeten aan de achterkant worden aangesloten. Daar zitten 2 grote TNC aansluitingen waar je die antennes op kunt schroeven. En dat zorgt er ook voor dat je eventueel
nog externe antennes kunt gebruiken. Dus afhankelijk van hoe je dit systeem gebruikt en hoe je locatie eruit ziet, zou je hier bijvoorbeeld ook een richtantenne op kunnen aansluiten. Maar voor 99% van de toepassingen is het gebruik van deze antennes zo recht omhoog voldoende. Het bereik van het systeem, zowel met base station als met een master headset, is maximaal 350 meter. Daar komt alleen natuurlijk bij dat je bij gebruik van het base station soms wat makkelijker het systeem kunt positioneren. Bij het gebruik van de master headset is de master headset eigenlijk het centrale punt van de groep. En vanaf die headset is het rondom 350 meter maximaal. Maar bij base station kun je natuurlijk het base station in het midden zetten en wat makkelijker collega's aan de ene en aan de andere kant van het base station hebben, die dus allebei 350 meter van de base station weg kunnen zijn, waardoor het totale bereik nog ietsje groter wordt. Dus het kan soms wat makkelijker zijn met positionering. Bij die master headset, of bij die master base station, zit ook nog een bedraden headset. En die bedraden headset die kan je aan de voorkant van de base station kun je die aansluiten, onder de headset aansluiting. En dan heb je eigenlijk dus een negende headset aan het systeem. Want je hebt dan 8 draadloze headsets en een negende bedraden headset aan een base station. Nou, de base station voegt dus een aantal functionaliteiten toe bovenop het standaard intercom systeem. En één daarvan is het gebruik van 2 verschillende kanalen, het A en B kanaal. Zowel op een base station als op de headset heb je een A en een B knop zitten. En die kun je instellen, hetzij dat alle headsets die kunnen gebruiken, maar je kunt in de instellingen ook instellen dat slechts een deel, één of allebei de kanalen kunt gebruiken. En vervolgens kun je met die A en B knoppen dus kiezen op welk kanaal je wilt luisteren of wilt praten. Dus op die manier kun je bij een systeem met 8 of 9 headsets dus 2 verschillende groepen maken, waarbij bijvoorbeeld headset 1 tot en met 4 op kanaal A praten, 5 tot en met 8 op kanaal B praten, en waarbij bijvoorbeeld de master, of base station met de bekabelde headset, kan luisteren en praten op beide kanalen. En ook, als een headset is toegestaan om op beide kanalen te mogen werken, kan een gebruiker simpelweg met die A en B knoppen op de headset wisselen van die 2 kanalen. Daarnaast heb je op het base station een announce knop zitten. Die zit aan de voorkant naast de A en de B knop. En die announce knop die zorgt ervoor dat je met 1 druk op de knop met de bedraden headset vanaf het base station de volledige communicatie van alle draadloze headsets kunt overrulen. Op het moment dat je die announce knop ingedrukt houdt, dan mute het systeem alle draadloze headsets en wordt alleen het geluid van de bedraden headset doorgestuurd naar alle headsets. Dus dat is eigenlijk een mooie manier om in een soort van noodsituatie of een urgente situatie waar mensen door elkaar heen praten, ervoor te zorgen dat even alles gemute is en je vanuit een centraal punt je de informatie of dingen kunt delen zonder dat mensen daardoor heen kunnen praten. Dus op die manier voeg je een aantal dingen toe met het base station. Wat ook een toevoeging is met de base station, is dat je een aantal extra aansluitingen aan de achterkant hebt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je het systeem nog wat verder kunt uitbreiden en integreren dan puur als los intercom systeem te gebruiken. Wat je aan de achterkant hebt zijn een aantal aansluitingen. We hebben sowieso een 2-wire en een 4-wire aansluiting. Dat zijn eigenlijk standaard protocollen in de intercomwereld, waarmee je verschillende intercomsystemen van verschillende merken, en bedraad of draadloos, makkelijk op elkaar kunt aansluiten. Dus mocht je een ander merk intercomsysteem gebruiken, of mocht je op een plek komen waar al een bedraden intercom gebruikt wordt, dan kun je met die 4 of die 2-wire interface vrij eenvoudig dit base station koppelen aan het huidige intercomsysteem en op die manier dat systeem uitbreiden of draadloos maken door het gebruik van deze headsets. Daarnaast zitten er 2 RJ45 poorten op en die zorgen ervoor dat je tot 3 van deze base stations aan elkaar kunt koppelen om op die manier maar liefst 24 draadloze headsets te creëren. Dus daarmee kun je het systeem nog veel verder uitbreiden op het moment dat je meerdere gebruikers nodig hebt. En ook kun je op die manier wat makkelijker verschillende locaties aan elkaar knopen. Want stel dat jij bijvoorbeeld in een gebouw 3 verschillende ruimtes hebt, waarbij het bereik ook mede door de muren wat uitdagender is, waardoor je niet die 350 meter haalt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat in ruimte A, waar 7 mensen staan, een base station wordt neergezet. Die wordt met een ethernetkabel 50 of 100 meter verderop in kamer 2 aan een tweede base station gekoppeld, om zo te zorgen dat die verschillende locaties toch aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En je dus ook het aantal headsets kunt uitbreiden. Daarnaast hebben we ook nog een program in.
En via die program in kun je eigenlijk een audiosignaal in de headset doen. Dat kan onder andere gebruikt worden bij live producties, waarbij je het muziek of het spraakgeluid in de intercom doet, zodat je dat ook over de intercom te horen krijgt. En dat in combinatie met het A&B-kanaal zou je bijvoorbeeld ook kunnen instellen dat dat programsignaal op kanaal B zit, de communicatie op kanaal A zit en mensen dus via het aan- of uitzetten van kanaal B kunnen kiezen of ze dat programsignaal willen horen. Uiteraard ook de stroomaansluiting voor die 220-voeling die ik noemde en een aan- en uitschakelaartje. En als laatste vinden we een USB-C aansluiting en daarmee kan het B-station aan de computer gehangen worden. En daarmee ondersteunt hij ook UAC audio. Wat betekent dat je het audio vanuit het B-station aan een computer kunt koppelen. En eigenlijk zoals je normaal ook een USB headset of iets zou aansluiten, het audio aan de computer kunt hangen. En dus in bepaalde programma's of in zelfs een Zoom call het audio van de intercomsysteem heen en weer kunt koppelen aan je computer en op die manier daar kunt gebruiken. Als laatste heb je dus aan de voorzijde nog die volumeknop. Dat is eigenlijk het volume van de headset die je dan aan de voorkant kunt aansluiten als je die bedraden headset gebruikt. Het systeem is dus in verschillende varianten te krijgen. Van een setje met slechts twee headsets, één mast en één sleeve, tot eigenlijk deze meest uitgebreide variant met 8 draadloze headsets, het B-station en de verschillende extra mogelijkheden. En dat zorgt ervoor dat je gewoon heel helder met elkaar kunt communiceren. En vooral het feit dat je geen push-to-talk button nodig hebt, geen knopje hoeft in te drukken voordat je aan de slag kunt, maar simpelweg een headsetje op kunt zetten, alles mee kunt krijgen, microfoontje naar beneden kunt klappen en volledig vrijheid kunt praten met de hele groep mensen met wie je aan het werk bent. Dat maakt het dat het heel gebruiksvriendelijk is, maar ook zeer prettig om mee te werken. Nou, mocht je nou SolidCom Sumi-1 systeem willen aanschaffen of een keertje willen bekijken, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel. Dan helpen we je daar graag mee. En mocht je dit een leuke video vinden, vergeet dan niet een duimpje achter te laten en te abonneren op ons YouTube kanaal. En hopelijk tot de volgende keer.